Jongens, welkom op Electric Avenue. Vandaag de zaak. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de zware jongens, oude vrienden van me. Aiki, Magere Hein, die boys zijn dope. Perry Mystique is er ook bij, een van de doopste producers van het moment. Ik wil gewoon van alles over ze weten. Waar ze mee bezig zijn, wat de toekomstperspectief is. Ik wil een stukje studio opnames maken. Ik heb er fucking veel zin in. Buju is erbij, Ingrid is erbij. Tim Beumens en Tommy op de flanken. Mijn naam is Stilo en ik ben nog altijd Saurus. Ik zou zeggen, ga mee. Mannenwereld, je hebt de grootste ballen. Kerels die om me heen hangen vangen, ik zweer het. Ze klappen je voor me, klappen je met die ding onder de belt. En ik klap mijn handen voor ze. We zijn de verloren, zielen, verkoren, verdienen. Vol trots dienen, volle pocket zien we. Verslavend als nicotine, zie me in de scene of heb je mij niet gezien. Daar zit ik dan, meisje uit Wageningen, klein. Beetje naïef. Ik zit dus naast een enorme gangsta. Ik zit dus naast Aiki van de Zware Jongens. Yes. Zware Jongens is ontstaan uit het idee van een paar boys uit de buurt, Vlaardingen, waar ik vandaan kom dan. En die kwamen samen en die hebben gezegd van ja, we moeten Vlaardingen op de kaart zetten. Eén daarvan was al bezig met het rap, El Stilo, weet je. Had je Afu, had je nog Magere Hein en ik nog. Ik was veel bezig op de straat ook, dus ik was ook altijd te laat. We hadden afspraken om 7:30, ik kwam altijd een kwartvracht aankakken. En mijn telefoon bleef gaan, dat soort dingen, je weet toch. Dus ik was echt niet gefocust zeg maar, op het rap zijn. Ik voelde het meer als hobby, weet je, leuk af en toe. En nu ben je er meer serieus? Ja, nu ben ik 2 jaar echt serieus ermee bezig. Wat mijn doel met de Zware Jongens was om echt te bewijzen dat ook boys, weet je wel, zogenaamd zonder een toekomst, wel van niets iets kunnen maken, weet je. Gewoon door hard te werken. Ik wil alles eruit halen, gewoon shows moeten er komen, ik moet geld kunnen verdienen met die shit, weet je, ik moet patches kunnen drukken, ik wil schoenen met mijn naam erop, ik wil t-shirts met mijn naam, ik wil zelfs boxershorts met mijn naam erop, alle shit wil ik eruit halen en ik zal niet rusten voordat ik dat bereik, weet je wel. Wat doe je als je op staat? Gelijk douchen, eten, 9 uur, ik sta altijd 8 uur, 9 uur sta ik altijd op standaard, ik blijf niet in mijn bed liggen, weet je. Ga ik wat doen, weet je, administratie, ik doe veel dingen zelf op Zware Jongens, kijken wie de bestellingen hebben gedaan, boekhouding en al die bullshit, weet je. En 1 uur ga ik ongeveer de sportschool in. Jay, onze man, weet je, hij helpt me ook veel. Onze cameraman J321 Studio, hij helpt ons heel veel, mij dan, weet je wel. Maar het is eigenlijk 2 mannen die gewoon achter de schermen gewoon alles regelen. Ja, wat vonden je ouders ervan, zeg maar, toen je op een gegeven moment inderdaad zeg maar, die kant op ging? Dat je echt meer de rap ging. Mijn ouders die vonden die op. Luister, mijn moeder is nog gangster dan mij, hoor. Echt? Ja. Wat dan? Kan je je voorstellen? Nou, die is gewoon, ja, zoals ik het zeg, mijn moeder is echt gangster. Als ik zeg Vlaardingen, waar denk jij dan aan? Ik denk aan de stad die mij echt, echt in mijn hart zit. Vlaardingen is echt mijn stad. Maar waarom? Wat is er bijzonder? Ja, gewoon omdat ik daar alles heb meegemaakt. Ik heb daar Nederlands leren praten, weet je, net uit Curaçao gekomen. Nederlands leren praten, ik heb vrienden gemaakt, ik heb daar gevochten, ik heb daar gehuild, ik heb daar mijn eerste vriendinnetje naartoe meegenomen. Weet je, ik heb mijn hustles daar gedaan, hard, het heeft me veel opgeleverd. Ik krijg liefde vanuit Vlaardingen, je weet toch? Het is echt, Vlaardingen is echt mijn stad. Echt. Ik ben er ook. Ben jij er ook? Ja, dat is altijd wel. Yes, yes, je ziet het, we zijn er ook. Ivan en Shano, ja. Big up naar Angelo King, Zware Jongens, Eiki, Perry Mystique. We zijn er ook. We zijn er ook. Ik ben er ook, check it, Zware Jongens, hier in de zaak. Ik zit nu naast Perry Mystique. Hij produceert voor de Zware Jongens. Ja, klopt. Vertel eens even, waar kennen mensen jou van? Mensen kennen mij van heel veel volgens mij. Ik heb
McDonald's gedaan, ik heb F gedaan. Ik ben nu bezig met Zware Jongens. Bolle Bof is ook pas uitgekomen. Aiki met Mannenwereld. En voorheen heb ik een hitje gehad met Mohamed Hamaki in de Arabische wereld met DJ Idris. En toen kwam er nog een track aan van Shireen, ook met DJ Idris, ook in dezelfde werelddeel of in dezelfde taal, whatever. En verder ben ik zelf ook rapper, Engelstalig. Af en toe wel een paar Nederlandse grapjes uitgehaald met Jesser en zo, maar niet serieus of zo. Waar moet volgens jou een goede hip-hop producer aan voldoen? Maak wat je leuk vindt en ga niet andere mensen nadoen, weet je. Heel veel mensen doen andere mensen na. En dat vind ik best wel jammer, weet je. Hou gewoon jezelf creatief, doe gewoon iets wat je leuk vindt. En als mensen het nou voelen of niet, weet je. Als jij het maar voelt, dat is belangrijk, weet je. En zo ontwikkel je ook de scene weer, weet je. Wil je nog groetjes geven? De groetjes. Ik wil de groet doen aan mijn moeder. Maak money op die dag. Dat naam is Tilo, jongen. Kop die hoed, shit. Ik ben een motherfucking hoed, nigga. Maak money op die dag. Yo, Zware Jongens in de building, samen met De Zaak. Shoutout naar die boys. Check het www.zwarejongens.nl, dezaak.nl. Jullie hebben genoeg gezien, jullie weten wat er aangekomen. Het is tijd om te vertrekken. Je weet zelf. Wegwezen! Yeah! We moeten gewoon pakken wat we kunnen pakken, man. Mag ik vragen hoe zwaar jij zelf bent? Ik ben op het moment 100... 13 of zo. 113. En ik ben aan het trainen en ik moet naar de 95. Gaat het lukken, denken jullie? Goed. Wat wil je horen toen je klein naar jongetje was? Ik zeg je heel eerlijk, ik wil eerst, net als alle jongens, politieagent of brandweer worden. Maar al vrij snel zag ik bijvoorbeeld films als Scarface en Godfather. En echt, hè? Echt. En dat trok me. Echt aan gewoon. Weet je, gewoon een baas zijn, weet je wel. En die fouten wat hun maken in die films, dat was juist die uitdaging. Dat was gewoon mijn uitdaging, denk ik. Van, hoe kan je nou zo'n domme fout maken, man? Je weet toch, van, ik ga, weet je, als ik het zou doen, als ik die kans zou ik een baas zijn. Ik wou niet eens naar school, hè. Het enige wat ik oplette in de klas, was rekenen. We zijn nu bezig in ieder geval met... We hebben een campagne achter de rug gehad, weet je, om even te laten zien wie we zijn. Nu staat Excellent, weet je, voor de volgende clip, een single. Dan staat een nummer van mij, Bollebof en Matar weer, weet je wel. En volgend jaar een Zware Jongens album. En waar sta ik over 4 jaar? Ik denk, wat wil ik zijn? Ik wil de man zijn, weet je, samen met meerdere, weet je. Dus jullie, weet bijvoorbeeld, weet je, die ook goed voor de hiphop bezig zijn. Ik heb het over een Rotjoch, 101 Bars, weet je. Ik heb het over een Poena, weet je. Die boys die echt met hiphop bezig zijn, weet je. En dat naar voren proberen te duwen in het Nederland, weet je. En ik denk dat het gaat lukken, want heel veel kinderen van 13, 14 en 15 nu luisteren naar rap. Dat is de grootste groep. En ja, over 4 jaar zijn ze 19, 20 jaar. En dat is wat wij nu in de gaten moeten houden. Dat wordt de markt. Dankjewel. Zware Jongens dus. Je ziet het, Aiki, Perry, Mystiek, hard op de goede plek. Met zo'n instelling gaan die boys er zeker komen. Ik ben nog altijd welkom op De Zaak. En als het goed is, kan je hem hier ergens links onderin op repeat zetten. Of vertel het gewoon je vrienden. Ik ga eten. Yo, welkom op De Zaak in de Zware Jongens studio, Ike en Perry Mystiek. Jullie hebben genoeg gezien. Yo, welkom. Ja, welkom op De Zaak. Jullie zien het zelf in de Zware Jongens studio, Ike en Perry Mystiek. Weet zelf. Jullie hebben genoeg gezien, dus het is tijd. Kijk naar.